Een goede avond iedereen. Goede avond aan de ondertussen 120 aanwezigen. Namens de Vlaamse Zwemfederatie heet ik jullie van harte welkom op de VZF Swim Conference Webinar Week. De Webinar Week vervangt de fysieke Swim Conference die normaal gezien in het eerste weekend van juni doorgaat. Onze conferences richten zich tot alle doelgroepen en niveaus en ook tot onze verschillende disciplines. Noteer alsjeblieft 8, 19 en 20 september met stip in jullie agenda voor onze najaarsconference. We kijken er nu al naar uit om jullie terug te zien. Jullie aanwezigheid wordt erkend in het kader van de permanente vorming als ook het jeugdfonds. De handouts en recordings van de voorbije dagen zijn nu reeds beschikbaar op onze website. Vandaag presenteren we jullie de laatste webinar van deze Webinar Week. Een initiatief dat duidelijk gesmaakt werd, zo blijkt uit jullie talrijke positieve reacties. Neem alsjeblieft ook straks even de tijd om de tevredenheidsbevraging in te vullen. Jan Olbrecht hoeft geen introductie. Hij is sportwetenschapper en sportfysioloog met internationale verdiensten, altijd bijgestaan door zijn lieftallige vrouw Pascal. Hij beantwoordt vanavond met plezier jullie vragen en doet dit uiteraard vanuit zijn rijke kennis en ervaring. Vooraleer ik Jan het woord geef, nog enkele praktische mededelingen. Ik laat graag als eerste een korte poll op jullie los, die jullie normaal gezien nu zouden moeten zien, met de vraag hoe vaak we jullie deze week de afgelopen dagen bij ons hebben mogen hebben. U heeft daartoe ongetwijfeld niet veel tijd voor nodig. Meer dan 100 mensen ondertussen die de poll hebben ingevuld. En ik toon jullie binnen dit en 5 seconden met veel plezier de resultaten. Nog een tiental mensen te gaan. Zo, we zijn er. Ik laat jullie graag de resultaten zien. Zoals jullie zien, trouwe mensen hier aanwezig, trouwe lesgevers en trainers. 36% heeft er 3 gevolgd. Wel te verstaan, inclusief deze van vandaag, waarvoor uitdrukkelijke dank. Goed, we hebben een tijdje geleden, niet zo heel lang geleden, maandag. Jan had uiteraard ook wat tijd nodig om de vragen door te nemen en voor te bereiden. We hebben afgelopen maandag een mail gestuurd naar de mensen die tot op dat moment waren ingeschreven met de vraag om jullie vraag aan Jan Olbrecht door te sturen. We hebben daar heel wat reacties op gekregen en het zijn dan ook die vragen die we vanavond prioritair gaan behandelen. Als er tijd over is, en dat laat ik uiteraard volledig aan Jan over, dan gaan we ook vragen van vanavond behandelen. En dat betekent dat jullie net zoals voorgaande dagen in de Q&A jullie vraag aan Jan kunnen stellen. Mag ik wel vragen om deze vraag correct, uiteraard krachtig en kernachtig formuleren, zodanig dat we uiteraard zoveel mogelijk vragen aan bod kunnen komen. Goed, dan geef ik nu heel graag het woord aan Jan Olbrecht. En het woord is helemaal aan jou, Jan. Oké, goedenavond iedereen en dank voor de intro, David. Misschien kan je al direct de eerste vraag laten zien. We gaan niet te veel tijd verliezen en er direct mee te beginnen. Voilà. Zo, vraag 1. Nu zijn we aan boord. Perfect. Hoe ziet u de ideale trainingsopbouw in het water deze zomer na de coronaperiode? Waarop dient de focus in de zomermaanden volgens u te liggen? Ja, hier kunnen we deze situatie op 2 manieren opvangen. Het liefst van al zou ik zien voorstellen dat er zo vlug mogelijk opgestart wordt met heel wat droogwerk. Want zoals jullie al weten, is het toch nog altijd niet toegestaan om in een zwembad te gaan trainen. Ja, dus in dat opzicht moeten we verplicht
ons gaan richten naar alternatieve trainingsvormen. En dat is op zich niet zo slecht, omdat dat eindelijk een keer, laten we zeggen, de fysieke handicap die we toch wel vaak bij zwemmers zien, waardoor de belastbaarheid minder is, de trainbaarheid minder is, dat we die dan even kunnen bijwerken. En als je dat doet, dan kan je gerust, zoals andere seizoenen in, laten we zeggen, september opstarten met de trainingen, zoals je dat van gewoonte doet. Is het nu mogelijk om vroeger in het water te gaan om te gaan trainen? Ja, wat dat we nog altijd niet weten, maar mocht zich die toestand voordoen, mochten we die mogelijkheid hebben, dan is het wel goed om eigenlijk relatief veel volume te trainen met een paar korte prikkeltjes en dit voor de maand juli en augustus. En daarna eigenlijk een iets langere rustperiode rond kerstmis te gaan inbouwen. Ja, dat is een tweede alternatief. Maar zoals plan A en B zal het niet zozeer wij zijn die beslissen of de trainers die beslissen, maar zal het wel dus de, laten we zeggen, die krachtige kern daar ergens in een ivoren toren, die zal beslissen in hoeverre dat we mogen trainen in het water, ja of nee. Dus eigenlijk niet direct om over te panikeren. We gaan proberen die tijden zo goed mogelijk op te vullen. En oké, begin je direct te zwemmen, dan wordt het seizoen heel lang. En dan moeten we ergens rond kerstmis eerder een beetje een break gaan voorzien. En volgens hoe dat je kalender een beetje bekeken hebt, zou dat eerder gunstig zijn om in de maand december eerder een break te houden. Wat misschien ook met examens nog goed uitkomt voor sommige jongeren. En dat we dan eigenlijk in januari terug, laten we zeggen, de training opvatten om dan februari, maart terug klaar te zijn voor een paar wedstrijden, maar dan eerder als oefenwedstrijden. Oké, bedankt Jan. Zoals te verwachten hebben we natuurlijk wel een aantal vragen binnengekregen die betrekking hebben op deze unieke periode. En ook de volgende vraag heeft daar uiteraard iets mee te maken. Mijn atleten hebben 3 maanden op het droge getraind en redelijk wat loop- en fietstrainingen ondergaan. Hoe kan ik best met deze trainingen rekening houden bij de heropstart van de zwemtrainingen en dan voornamelijk met de conditionele opbouw? Ja, oké. Als het echt gaat om zwemmers, ja, dan hoef je eigenlijk niet anders te denken als hoe je in een gewoon seizoen in de maand, laten we zeggen overgang augustus-september, meer aan droogtraining en conditietraining doet en nadien gewoon je seizoen opstart. Dus dat kan je doen, ja, daar is geen enkel probleem. Het enige waar dat je wel een beetje moet naar uitkijken is wat we daarnet gezegd hebben. Als je vroeg begint met de trainingen in het water, hè, pak dat je juli zou beginnen en je werkt dan door tot en met november en dan december eerder een beetje de riem eraf en dan misschien met de kerstvakantie terug een beetje opstarten voor de tweede macro van het jaar op te starten. Dat is een mogelijkheid en als het nog lang duurt, dan doen we het in één blok. Dat is heel duidelijk, Jan. En misschien nog even meegeven aan de deelnemers van vanavond. U hoeft, wat Jan allemaal zegt, niet op te schrijven, want op zeer korte termijn beschikken jullie uiteraard over de recordings. Vraag 3, Jan, is een langere vraag. Beste Jan, de zwembaden zullen binnenkort terug openen. Er is veel discussie hoe het nieuwe seizoen aan te pakken wat betreft seizoensplanning. Als we op 1 juli terug starten, of hopelijk eerder, wordt het nieuwe seizoen met maar liefst 8 weken verlengd, terwijl het afgelopen seizoen met 20 weken verkort werd. Ja. Dit lijkt me niet zo'n goed idee in functie van overbelasting. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ik stel voor, Jan, dat ik het tweede deel van de vraag zo dadelijk voor je lees. Ja, nee, dat is goed. Ja, deze vraag hebben we al zo'n beetje gedeeltelijk geantwoord. Dus als we effectief 1 juli of eerder, wel laten we het hopen, ja, kunnen starten, dan wordt het effectief een heel lang seizoen, mocht je in ene keer, laten we zeggen, overlopen in een normale planning. Dus dan moeten we ergens daar rond kerstmis een mouw aanpassen om daar even de batterijen terug op te laten. Het grotere probleem is dus effectief dat er het vorige seizoen 20 weken verkort werd, waarvan we wel kunnen veronderstellen dat dat wel de stabiliteit van de eigenschappen, of laten we zeggen de eigenschappen die voordien werden verworven, dat die toch wel even nodig gaan hebben om
terug een niveau te behalen. Ja. Nu, dat blijft nog altijd hetzelfde verhaal als anders. We zullen met die capaciteiten moeten starten. Ja, daar kunnen wel wat anaerobe prikkels in zitten, dat is geen probleem. Maar de hoofdzaak gaat toch wel zijn om die capaciteiten zo vlug mogelijk, zwemspecifisch, weer op een goed niveau te brengen. Oké, Jan, en de tweede vraag. Ik hoorde je daar straks al als advies geven om toch wel behoorlijk volume met een beperkt aantal prikkels te geven. Uiteraard, hier wordt er ook aangegeven dat misschien de mogelijkheid bestaat dat er helemaal niet zoveel kan worden getraind. Kan je daar eventueel nog iets adviseren? Ja, dat is natuurlijk de grote misère die we in het zwemmen hebben. Hè. Lopen kan je schoentjes aantrekken en je bent een bos in en daar ga je lopen. En morgen loop je ergens anders of ben je ergens op verplaatsing en kan je daar trainen. Wij zitten natuurlijk enorm gekluisterd aan een zwembad of laat staan een of andere verzameling van water. Daar gaat echt de creativiteit moeten spelen om misschien moeten we dan met de zwemmers toch ergens proberen in hofstaden, in open water of zo, te gaan zwemmen, want die mogen dat dan wel. Ja? Dat we dan op een of andere manier daar ergens een alternatief voor vinden. Het is natuurlijk een serieuze beperking als je niet de water ter beschikking hebt die je effectief nodig hebt voor het niveau van je zwemmers. En dan blijf je eigenlijk een beetje in een halve coronasituatie zitten. Dus te zeggen, ja, dan ga je terug moeten. Als je niet in het water kan, dan ga je moeten zoeken naar alternatieve droogtrainingsvormen. En dat hoeft niet specifiek te zijn. Hè. Daar kunnen we heel aspecifiek werken op het droge. Om toch zoveel mogelijk het atletische component van een atleet te bewaren. Om dan, eens dat je dan toch wat meer water hebt of terug in het water kan, sneller op een normaal regime van watertraining te kunnen inpikken. Dankjewel, Jan. We gaan naar vraag 4. De zwemmers hebben gedurende de afgelopen 12 weken vooral cardiovasculair getraind. Dat lezen we graag. Zo'n lange voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben ze nooit gehad. Zou er ook een verhoging van het VO2 max zichtbaar kunnen zijn in hun lactaattesten? Daar vrees ik dat het net het omgekeerde gaat zijn. Die 12 weken, die gaan natuurlijk heel sterk in het conditieprofiel van die andere sporten een positief resultaat laten zien. Maar we weten goed genoeg dat vanuit de triathlon, als je, laten we zeggen, wat minder zwemt, dan zie je plotseling de VO2-maxen van fietsen en lopen omhoog gaan. Voeg je er wat zwemmen meer bij, dan zie je die weer naar beneden gaan. Dus daar zijn wel tegenwerkingen van, laten we zeggen, die aerobe capaciteit in functie van welke sport dat je nu net getraind hebt. Dus als je niet zwemt, dan ga je VO2 max van het zwemmen niet omhoog gaan. Je gaat een bepaald niveau wel blijven bijhouden. En dat gaat dat niveau niets doet. Ja. Daar zijn we zeker van. Maar de zwem VO2 max die gaat op die lange termijn zeker niet gunstig uitkomen voor het zwemmen. Daar mogen we zeker van zijn. Oké, Jan, en dan het tweede deel van deze vraag. Indien er geen effect is voor het zwemmen, is er dan mogelijk een ander voordeel aan verbonden? En de persoon die deze vraag heeft ingestuurd, zegt ja, behalve natuurlijk het feit dat ze misschien wel een beetje dikker en luier zouden geworden zijn, maar dat is uiteraard met een kringslag. Ja, nee, ten eerste, met andere woorden, profiteren de zwemmers ervan? Ja, ze profiteren daar zeker van, maar niet rechtstreeks op, of hoe moet ik het zeggen, hè? Je gaat niet sneller zwemmen omdat je dus meer in die afspecifieke sporten hebt gewerkt. Ja, dus dat mag je vergeten. Zo eenvoudig is het niet. Maar wat dat we wel gaan zien, is dat door dan die afspecifieke sporten eens aan bod te laten komen, dat de robuustheid, de stevigheid, het atletische mogelijkheden van de atleet, dat die wel gaan verbeteren. En dat gaat je eens dat je wel in je trainingsseizoen of in je zwemprogramma, hoe verder je in je zwemprogramma gaat, ga je daar wel de voordelen van zien. Dus het is niet helemaal verloren tijd, en godzijdank, zo pessimistisch moeten we niet zijn, maar het gaat niet rechtstreeks het zwemmen beïnvloeden, maar wel de fysieke mogelijkheden van een atleet zo versterken dat je dan ook met je zwemtraining dieper kunt gaan of meer gaan trainen, zonder dat de zwemmers in elkaar, dat ze overtraind worden. Dus als ik het samenvat, Jan, wel een absoluut voordeel voor de belastbaarheid van de zwemmer. Ja, inderdaad. Okay. Zo kan je het heel simpel zetten.
En dan de motivatie, ja, dat is een andere vraag. Dat is heel individueel. En dat is heel wisselend. We hebben bepaalde landen waar dat men zegt, oh, ze zijn content dat ze terug moeten zwemmen. Dan horen we in andere landen of van andere trainers, oh, ik heb moeilijkheden om die mensen weer in gang te krijgen. Ze zien het niet zitten. Er zijn geen wedstrijden waar ze naartoe kunnen worden. En dan gaan die oortjes naar beneden. Eigenlijk is dat niet een goed teken. Ja, en niet zozeer omwille van het feit dat het dan, laten we zeggen, dat geen intrinsieke motivatie daar is om echt door te gaan. Dat is geen goed teken. Ja, en we kunnen daaraan werken, we kunnen dat proberen op te krikken. Maar je weet zelf, en iedereen die hier nu aan het luisteren is, zal dat ook weten, dat zwemmen nu net één van die sporten is waar je enorm veel moet doen, ja, om eigenlijk maar een klein winst te maken. Ja? En als je dan de oortjes laat hangen, ja, dan vrees ik ook dat als het op wedstrijd moeilijk wordt, dat de oortjes ook naar beneden gaan en dat de zulke zwemmers ook nooit hun eigenheden of hun mogelijkheden ten volle gaan waarmaken in een wedstrijd. Ja? Dat hangt een beetje samen. Als je echt gebeten bent om nu terug, oef, eindelijk kan ik weer trainen, ja, dat zullen ook diegenen zijn die dan op wedstrijd zeggen, en nu vlieg ik er een keer in. Ja? En de mensen die nu eerder zo al, zou ik wel, daar stel ik mij soms ook wel vragen bij, in hoeverre dat die ook full motiveerd zijn om in wedstrijd ook tot het laatste gaatje te gaan. Een duidelijke mening, Jan. Waarvoor dank. Vraag 5 is een kortere vraag. Bij een opstart op 1 juli zullen de zwemmers dus opnieuw 14, 15 weken inactiviteit hebben in het water. Aangezien dit nieuw is voor iedereen, zijn er fysiologische stappen waar zeker rekening mee moet worden gehouden bij de opbouw? Ja, eigenlijk niet zozeer. Ik denk dat we daar ons niet moeten overroepen. Ja, we gaan natuurlijk wel degelijk mensen hebben die snel herpakken en je gaat ertussen hebben die traag gaan herpakken. Ja, dat zien we ook in een normaal seizoen, dat als er een 2-3 weken stop is van training, dat er een groep van zwemmers zijn die het heel moeilijk hebben om terug op dreef te komen, zoals dat dan zo mooi heet. En anderen die gaan dan plotseling op een maand al beter staan dan waar ze ooit voordien gestaan hebben. Dus dat is heel individueel. Dus ik denk dat we daar eerder een beetje moeten geduld hebben. En waar ik wel zou op de nadruk op leggen, dat is dat men eigenlijk profilactisch er goed voor zorgt dat er een mooi verschil is in het begin. Zelfs al gaat men goed of gaat men minder goed, dat men echt ervoor zoekt om in een trainingsweek mooi contrast in te bouwen van korte, harde stukken met langere, rustige stukken. En dat zelfs al gaat het goed of gaat het niet goed, dat echt hier de nadruk wordt opgelegd en zelfs draaien de zwemmers goed, dat men zich dan niet laat verleiden voor te zeggen, oh, dan gaan we wel een beetje hardere tempos doen en zo verder. Ik denk dat we daar vooral moeten voorzichtig zijn, want wat dat men snel wint, kan men ook weer snel verliezen. Dus het is beter dat men een hele mooie progressieve opbouw plant. En daar eigenlijk als we 1 juli starten, krijgen we een paar maanden erbij ten opzichte van andere seizoenen om dat ook zo te realiseren. Dus we hebben iets meer tijd. Laten we het dan ook iets progressiever opbouwen. Dat is allemaal heel duidelijk, Jan. De volgende vraag. Als we op 1 juli de zwembaden openen, starten we met de opbouw voor het nieuwe seizoen. Het komende seizoen zal dus met 2 maanden verlengd worden. Je hebt er al op gealludeerd vanavond. Ja. Dit zal zowel fysiek als mentaal toch wel zwaar worden voor een zwemmer. Verschilt daarom de indeling van een verlengd seizoen met deze van een regulier seizoen? En de trainer in kwestie verwijst naar 2 piekperiodes voor een 11 tot 14-jarige of 3 voor een 15-jarige en ouder. Oh. Praktisch gezien zou ik zeggen, maak u daar niet te veel zorgen over. Ja? Zeker niet in die leeftijdsgroep. Ja? Ik denk wat dat belangrijker is dat men nagelang wanneer men kan starten, dat men naar de wedstrijdkalender kijkt en dat men wel degelijk durft macrocycli te maken. En dat men werkelijk zegt, kijk, van daar tot daar bouwen we mooi op en dan geven we rust. Misschien bouwen we 2 macro's of we maken er 3 macro's van. Ik denk dat dat op zich niet direct het grote probleem is. Het enigste, en dat is heel goed vervat in deze vraag ook, je kan niet van de 1 september van dit jaar tot, laten we zeggen, de 29 juli van 2021 in 1 stuk doortrainen. Dat gaat alleen vermogen opwekken, daar gaan de zwemmers alleen maar plat van getraind worden. En op het moment dat er dan in juli en augustus nog
belangrijke wedstrijden voor hen op het programma staan, dan is het kaarsje uit. Dus daar, dat is het enigste risico dat we hebben. We kunnen vroeger beginnen en hoe vroeger hoe liever, want we hebben wel een pakje in te halen. Maar we moeten desondanks niet vergeten dat er af en toe ook eens herstel nodig is tussen de macrocycli, zodanig dat je je zwemmers tot op het einde van volgend seizoen goed meekrijgt. Oké, Jan. Nog bijzondere aandachtspunten voor wat betreft het mentale aspect, Jan? Ja, mentaal denk ik dat we een interessante periode hebben, waar, als ik het een beetje brutaal mag zeggen, waar dat we wel degelijk de vechtertjes en de luxe paardjes van elkaar gaan kunnen scheiden, om te zeggen, kijk, dat zijn echt mensen die er willen voor gaan, en die anderen, ja, daar gaan we het moeilijker mee hebben. En ik zou bijna de harde hand van vroeger durven terughalen en zeggen, kijk mensen, als je het mentaal zwaar hebt, dan moet je zelf een keer voor beslissen wat dat je wilt bereiken. Ja? Ik zou geen schrik hebben voor vrij vroeg in het seizoen relatief hard mentaal te zijn. Het is een leerschool voor hen, en diegenen die daardoor geraken, daar ga je dubbel en dik winst mee halen op mentaal niveau, eens dat de wedstrijden er zijn. Oké, Jan. Vraag 7. Is er wetenschappelijk bewijs wat de invloed is van een dergelijke lange periode inactiviteit en hoe dit de opbouw beïnvloedt? Dus echt iemand die vraagt van, kijk, wat is daar de evidentie? En die persoon vraagt ook naar eventuele bestaande studies, eventueel sporttakoverschrijdend, waar dit onderzocht is geweest. De studies zijn relatief schaars hiermee. Ja? En als er dan zijn, dan is het meestal niet op topsporters of niet op mensen die heel regelmatig trainen. Ja? Maar die zo 6 weken trainen en dan gaat men kijken, of 2 maanden trainen, en dan gaan kijken in hoeverre dat die training optreedt. Ja? En die is relatief drastisch als er op zo'n korte periode voordien maar getraind wordt. Uit de ervaring weten we echter dat mensen die jaren al getraind hebben, alhoewel dat je dat met 11 en 14 nog niet zult hebben, ja, maar die toch wel al een, laten we zeggen, 4, 5, 6 jaar training achter zich hebben, dat het verval eigenlijk relatief goed meevalt. Dus je kan vrij snel, ondanks een langere rustperiode, kan je toch wel vrij snel terug het vorige niveau ophalen. Nu, eens dat we spreken over 11- en 14-jarigen, daar zou ik mij ook niet te veel zorgen over maken. In dat opzicht, dat dat een leeftijd is waar mensen zeer flexibel en zeer snel kunnen antwoorden op training. Ja? Dus ik denk dat we die periode van 12, 14, 15 weken, naar gelang de mogelijkheden die er ter plaatse waren, dat men dat voor 11 en 14-jarigen eigenlijk vrij snel gaat kunnen inhalen op zwemniveau. Wat dat niet wil zeggen dat we met die zwemmertjes, en ik hoop het toch, ja, dat gebeurd is, dat men ook in deze 14, 15 weken periode, dat men er dan toch wel gezorgd heeft dat men met die zwemmertjes iets anders heeft gedaan dan zwemmen. Oké, duidelijk, Jan. Vraag 8. Ik denk dat we ondertussen de coronavragen bijna achter ons hebben. Kan je ons tips geven hoe we het als trainer best aanpakken, nu onze zwemmers zo lang niet meer in het water kwamen? Ik denk dat perfect aansluit bij de vorige vraag, Jan. Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen, probeer stilletje aan het volume op te bouwen. Zet er mooi contrast in, kort, snel en de lange stukken rustig. En vooral waar, denk ik, wel een groot probleem, het grootste probleem gaat optreden, dat is het watergevoel. Ja, die zwemmers zo lang uit het water, die gaan ergens zo een beetje chaotisch zwemmen in het begin. En we gaan hen moeten, laten we zeggen, een week of misschien 3, 4, 5 geven om echt weer in die souplesse te geraken. En daar gaan we wel niet overhaast mogen te werk gaan, zoals we dat daarnet ook hebben aangehaald. Dus neemt u tijd, vooral als we nu dan toch die 2 extra maanden voor de boeg zouden krijgen voor te trainen, dan moeten we het ook niet echt zo gestrest gaan opnemen. Wat dat niet wegneemt, dat je ook in die 2 maanden er dan kunt voor zorgen dat je nog andere trainingen op land blijft voortdoen. Hè. Dat we niet in één keer stoppen met de alternatieve trainingen en onmiddellijk overschakelen op zwemtrainingen. Laat dat progressief lopen. Oké. Een vraag die daar toch ook weer op aansluit, Jan. Welk effect heeft een lange rustperiode op een atleet? En hoe snel kunnen we de negatieve effecten opnieuw weggewerkt worden? Misschien, als men vraagt naar het effect, misschien kan je het iets meer toelichten vanuit de capaciteiten. Ja.
Oké. Dus wat dat we zien als je een langere rustperiode hebt, ja, dat meestal, en er zijn altijd uitzonderingen, anders zou het geen menselijk verhaal zijn, ja, dat als je een langere rustperiode hebt, dan gaat meestal de VLA max omhoog. Terwijl de VO2 max eerder de tendens krijgt van naar beneden te gaan. Nu, dan ga je normaal automatisch aan vermogen verliezen. Ja, dat is de consequentie van deze verschuivingen. Maar wat dat je wel ziet, is dat daar door een langere rustperiode heel vaak ook het anaeroop vermogen begint toe te nemen. Dus je gaat eigenlijk uit mindere capaciteiten meer vermogen gaan halen. Dat is iets wat dat we zien met een langere rustperiode. Wil ik er wel op benadrukken dat die ervaring die we hebben of die observering, de observaties die we doen, dat uiteindelijk voor rustperiodes zijn van 2 tot 4 weken. Ja, nu zitten we natuurlijk met een ander verhaal waar ik vrees dat ook die VLA-max en vooral die VO2-max eigenlijk door die langere periode nog langer gaat wegzakken. Ja. Zeker bij de goede zwemmers. Bij de minder goede zwemmers ga je dat minder hebben. Ja, als er niet veel is, kun je niet veel verliezen. Ja, maar bij die goede zwemmers, waar dat we VO2 maxen zien van 70, 75, 80, dat kan gerust wel terugzakken naar een 60 of zo, als ze echt zulke langere periodes niet echt getraind hebben. Zelfs al doe je alternatieve trainingen, maar hoe snel kunnen ze opnieuw opgewerkt worden? Dat is heel individueel, maar daar kan je soms van versteld staan hoe snel dat gaat. Oké, dan ben ik heel benieuwd, Jan. Kan je daar een aantal voorbeelden geven, uiterste, in de positieve en de negatieve zin? Ja, we hebben, laten we zeggen, positief in die zin dat toch wel. Natuurlijk, misschien is dat niet representatief, maar als we echt kijken naar zwemmers die bijvoorbeeld na Olympische Spelen dan toch een sabbatjaar nemen, ja, wat dan ook een lange periode is, ja, dan zien we dan toch dat die na een maand of 2, 3 eigenlijk dat jaar al terug ingehaald hebben. Ja. Dat zie je, dat is bij die toppers, bij die minder goede zwemmers hebben we eigenlijk die monitoring niet zo precies, zeker niet in termen van capaciteit en vermogen. Maar vaak is het toch wel zo dat een herstelperiode of een iets langere rustperiode niet altijd uitsluitend negatief moet bekeken worden. Soms kan dat ook wel eens positief zijn. En vaak ook is een goede test om te zien, en dat hebben we daarnet al aangehaald, om te zien hoe sterk mentaal zwemmers zijn om dan toch weer de draad op te pakken. Oké, duidelijk. Vraag 10. Toppers zijn ondertussen volop bezig met testwedstrijden. Wordt dit dan ook aangeraden bij onze jeugdzwemmers? Of is het bijvoorbeeld interessanter om testsets in je trainingen te plannen en deze als een referentiekader te gaan gebruiken? Dit is, laten we zeggen, een vrij moeilijke vraag. Als we puur fysiologisch denken, ja, dan zou je gerust kunnen zeggen, bij jeugdzwemmers zijn die testwedstrijden niet nodig. En kan je gerust met af en toe eens stevige prikkels in je training gerust een alternatief hebben voor de reden waarom dat die toppers dat doen. Of wat dat die toppers dan nodig hebben. Natuurlijk is het altijd wel een of andere motivatie van eens tegen elkaar op te kampen. Daarvoor zijn het eigenlijk ook wel competitiemensen. Ja. En dan moet je ook wel vragen of in hoeverre dat je het ook het mentale niet af en toe toch een beetje voeding moet geven om, laten we zeggen, die attitude van te kampen, die attitude om er tegenaan te gaan, om dat toch ook wel bij te houden. En ik denk dat in dat opzicht die testsets wel moeten opgevangen worden. Zelfs al gaat dat dan af en toe eens een keer fysiologisch niet volgens het boekje. Ja, maar dat men, als men dat 1 keer om de maand of 1 keer om de 6, 7 weken doet, dan is dat zeker wel interessant. Kunnen we dat gebruiken als een referentiekader? Dat wordt heel moeilijk. Ja, omwille van het feit dat als je die tests te vaak doet, dan ga je uiteindelijk totaal tegen de stroom ingaan van wat de mensen eigenlijk nu nodig hebben. En dan gaan ze misschien in september, oktober heel goed zijn, maar dan halen ze oktober en november niet meer. Ja? Dus daar moeten we oppassen dat die testsets niet uiteindelijk zo frequent voorkomen dat het eigenlijk dat je eigenlijk meer vermogen gaat trainen dan dat je capaciteiten gaat doen. En om die resultaten dan te vertalen in, ja, hij is nu wat sneller of ja, hij is nu wat trager dan de vorige keer op training,
waarom, dat is een heel moeilijke affaire. Ja, dus ik zou niet zo direct spreken van een referentiekader, maar ik zou dit ganse wel eerder kijken in een soort van ja, houd de melk warm of zorg ervoor dat mentaal gezien die zwemmers dan toch wel ergens in hun drang naar competitie, dat die toch wel ergens gevoed blijft. Maar goed gedoseerd, niet te veel. En als we dan aan die toppers spreken, daar zien we nu al dat er toch wel, maar dat is iets minder in het zwemmen, want daar, daar doen we momenteel weinig testen. Maar voor andere sporten zien we wel dat dan die, hoe noemen die weer, die virtual competitions die er dan gebeuren, waar dat sponsors dan ook achter zitten, omdat dat dan op internet komt, enzovoort, enzovoort. Dat die mensen toch wel degelijk in deze periode van het jaar totaal in vermogen aan het draaien zijn, qua aanpassingen en niet zozeer in de capaciteiten. Dus als, we dat, als dat verhaal wordt doorgezet rechtstreeks naar de wedstrijd toe, dan gaat dat eerder die testwedstrijden een nadeel zijn dan een voordeel. Dus ze mogen ook niet te frequent zijn. Het kan geen kwaad dat ze af en toe er eens in komen, maar als het echt een doel op zich wordt, of als het te frequent die testwedstrijden of die testsets gedaan worden, dan ga je uiteindelijk het de omgekeerde weg gaan en dan ga je meer en meer vermogen beginnen te ontwikkelen zonder dat je de kans geeft om die capaciteiten terug op te krikken die je verloren bent door die 12 tot 15 weken. Jan, een vraag, is een bescheiden clubcompetitie of een estafette, is dat hier een alternatief? Zeker, zeker. Ja, en maak er gerust een keer iets leuks van. Hè. Dat moet dan niet altijd het officiële, ja, dat moet niet altijd het officiële project zijn. Of je doet een keer iets samen met reddend zwemmen. Ja, wat voor zwemmers iets totaal anders is. En voor die zwemmers die van het reddend zwemmen, ja, de meeste komen uit het zwemmen. Dat is dan, voor hen is het dan iets flexibeler. Maar daar zijn mogelijkheden zat, hè, om het eens aangenaam te maken en om daar desondanks ook wel die geest van is samen te komen en tegen elkaar competitie te doen, dat die geest toch wel ergens bijgehouden wordt. Hè. En dat gaat zeker helpen aan de motivatie van die zwemmers ook. Oké. Vraag 11, Jan. Maakt het überhaupt uit voor beginnende atleten of ze nu tempoblokken doen of niet? Zeker als je ziet dat de atleet in kwestie nog onvoldoende zijn hartslag onder controle heeft. Met andere woorden, hij of zij kan eigenlijk niet te traag zwemmen, lopen, fietsen. Wat zou je doen bij deze sporter voor wat betreft het volume, de versnellingen en de ingrediënten waarmee je in je training zal werken? Ja, ja. Als we zo onzeker zijn, ja, van is die er wel klaar voor en zo verder, dan is er eigenlijk maar één oplossing. Dan ga je met matig volume werken, dan ga je met versnellingen werken en dan ga je werken met relatief contrastrijke intensiteiten. Dat wil zeggen, je gaat tempoblokken zo weinig mogelijk doen. Ja, zeker nu in die opstart. Ja. Eens dat je dan toch verder geraakt, ja, dan of dichter bij wedstrijden komt, of er terug wedstrijden worden ingevoerd, maar dan niet die testwedstrijden, hè, of die testsets, hè, daar, die gaan we niet voorbereiden. Ja. Maar als we dan naar de andere wedstrijden, naar normale wedstrijden toe gaan, dan kunnen die tempoblokken er wel ingevoegd worden. Hoeveel moeten er ervan zijn? Hoe vaak moet dat gebeuren? Dat is natuurlijk iets, als je niet meer informatie hebt dan dit, wordt dat heel moeilijk om te kwantificeren. Oké, Jan. Zou je misschien toch enkele voorbeelden kunnen geven van enkele tempoblokken? En ook meteen op het tweede deel antwoorden. Hier gaat het dan over een atleet die gemakkelijk 12 uur per week zwemt. Daar is het eigenlijk meer een... Ja, inderdaad. Wat is daar jouw advies? Per week. Ja. Ga je waarschijnlijk wel blokken inzetten. 12 uur, dat is dus één keer per dag trainen. Hè? Dus dat je op 2 uur per dag traint, 6 dagen aan een stuk. Ik zou daar eerder met een weliswaar een blok kunnen insteken. Of zeggen, oké, dat kan geen kwaad als je daar nu eens een tempoblok insteekt. Maar dan is dat ook iets om de 2, misschien om de 3 weken en of misschien zelfs om de 4 weken als het om jongeren gaat, maar zeker niet vaker. Ja, die tempoblokken die geven heel snel vermogenresultaat, maar die bouwen je zwemmer eigenlijk niet op. En dat is het vervelende ervan. Ja, je ziet resultaat en ze zeggen, ja, het gaat beter en beter, ik voel me goed. Maar uiteindelijk bouwen zij niet aan hun fundamenten, maar leren ze alleen maar wat dat ze hebben meer en meer uit te melken. Ja, vandaar dat je met die tempoblokken toch wel moet voorzichtig zijn. Ja.
Oké, okay, Jan. Kan je bijvoorbeeld in de voorbereiding gaan, VO2? Kan je nog even teruggaan? Sorry. Ja, excuseer. Er was nog een klein stukje bij VO2-intervallen. Bijvoorbeeld die VO2-intervallen insteken, of je doet liever... Nee, VO2-intervallen. Ik vermoed dat men daar... want VO2-intervallen moet men op... Daar verstaat misschien niet iedereen hetzelfde onder. Maar als we spelen... Allee, ik versta die VO2-intervalblokken hier als zijnde net die oefeningen waar dat je... Ik geef een voorbeeldje, hè, waar je zegt, oké, we doen 15 keer 100. En daar zijn 500 die we daar in die 15 keer verdelen, waar dat we dan effectief bijvoorbeeld 50 snel gaan, 50 rustig. Of 25 snel, 25 rustig, 50 heel snel. Ja, dus dat we daar met hoge intensiteiten en rust spelen, maar dan wel in een beperkte proportie van de ganse oefening. En de rest van die oefening is echt rustig. En die kan je zeker gebruiken om ook nog technische skills bij te voegen en zo verder. Wat dat dan ook weer het watergevoel en zo verder moet sneller op punt brengen. Oké, dankjewel Jan. Vraag 12. Er zijn bij ons heel weinig lange afstandszwemmers de laatste 10, 15 jaar. Tussen pakweg 1980 en 1995 zijn er veel sterke Belgische records met finale plaats op internationale toernooien gezwommen op de midden- en lange afstand. Denk bijvoorbeeld aan de 200 meter rugslag van Stefan Manen en de 800 meter kraal van Isabelle Arnoux. Zou het kunnen dat er toen meer op aeroop vermogen werd getraind dan nu? En kan dat een mogelijke verklaring zijn? En zijn we daar misschien nu te voorzichtig in? Ja, dat is wel een correcte en juiste observatie. Maar waar dat we wel moeten aan denken, is dat we uiteindelijk wel, voordat we met meer vermogenwerk aan de bak gaan, dat we daar wel de mensen moeten hebben die dat ook qua capaciteiten kunnen verdragen. En dat is steeds moeilijker en moeilijker om die mensen te vinden. Waarom? Omdat uiteindelijk hun dagelijkse leven, sportief gezien, alsmaar achteruit gaat. Ja? Het is tegenwoordig zo moeilijk om natuurtalenten te vinden die eigenlijk al capaciteiten met zich meebrengen, dat je vrij snel op vermogensstrategie kunt inpikken. Ja? En dat was vroeger... Als ik denk aan de metingen die we van Stefan hebben, als we denken aan de metingen van Isabel, wel, die staan nu nog in de top. Hè? Dus dat betekent dat die mensen toen ook al die capaciteiten hadden, waar dat men eigenlijk nu relatief moeilijk mensen in terugvinden, en zeker in België. Ja, als je in andere landen gaat, gaat dat ietsje makkelijker. Ja, en meestal zijn dat dan ook de landen waar eigenlijk het luxe leven niet zo weelderig tiert als hier in België. Dat zijn eerder meer de, ik ga niet zeggen de achtergestelde landen, maar dan toch wel de mensen die eigenlijk eerder uit, laten we zeggen, vanuit het ja, neemt dat niet verkeerd op, hè, maar van buiten de stad komen. Ja, die zijn iets meer ontwikkeld, die hebben ook een sterkere lichaamsbouw, die brengen ook meer capaciteiten met zich mee, waardoor dat je eigenlijk makkelijker de stap naar meer volume en meer... meer vermogenswerk wel degelijk kunt inbouwen. Nu, het is natuurlijk wel ook zo dat als je echt een afstandszwemmer wilt klaarstomen, dat vraagt dus enorm veel werk. Ja, dus daar ga je eigenlijk met je beperkt aantal uren zwemwater dat je hebt, meestal niet toekomen. Ja, dan moeten we wel degelijk al na 12 tot 14 uren zwemwater hebben om wel degelijk tot op een heel hoog niveau te gaan. Vergeet niet, en dat klopt hier voor Stefan en voor Isabel, maar er zijn veel nummers waar dat we ooit goede afstandszwemmers hadden in finale, waar dat men nu met de tijden lacht. Hè? Waar dat men al 20 seconden sneller zwemt. Kijk maar eens naar de tijden van een 400 kraal, 10 jaar geleden en nu. Daar zijn grote 10 jaar misschien nu niet, maar daar zijn wel heel grote verschillen met de periodes waar dat we hier van een Stefan Manen of van een Isabelle Arnoult spreken. Ja. Maar het is wel degelijk het feit dat door minder vermogen te doen, hinken we daar wel een beetje achter. Maar je moet dan ook wel... We hebben een aantal voorbeelden, zelfs hier in België, waar dat mensen die dan toch de capaciteiten hebben om dat vermogen erop te bouwen, dat het dan toch niet altijd lukt. Dus je moet nog de goede mensen vinden ook. Een zeer duidelijke analyse, Jan, waarvoor dank. Dus een gebrek aan basis is uiteraard nefast.
En ik hoor je ook zeggen, Jan, dat dat tekort of dat gebrek aan die basis is zwemspecifiek, heb ik goed begrepen, hè? Is aspecifiek, hè? Dus niet specifiek voor het zwemmen. Okay, nee, dus als je geen atletische mensen in je zwemclub krijgt, dan mag jij doen wat je wilt met je zwemtraining. Dan ga je eigenlijk altijd achterlopen op mensen die wel van, laten we zeggen, vanuit hun natuurlijk leven of van hun dagelijks leven, dat is misschien beter uitgedrukt, wel die fysieke paraatheid hebben. Dus het is niet en dat zozeer... komt samen. Vroeger gingen wij met de fiets naar school. Hè. Vroeger waren wij aan travotten in de bomen en staken we. We waren fysiek veel meer bezig dan de mensen nu. Okay. En dat begint zijn tol af te werpen. Dus het is zeker niet zozeer omwille van het feit dat ze op jonge leeftijd onvoldoende zwemmeters hebben gemaald. Nee, in tegendeel. Voilà, dat was, ik denk dat we veel meer zouden winnen door op jongere leeftijd een veel globalere fysische ontwikkeling te geven dan wel te vroeg met veel zwemtraining te beginnen. Okay, Jan. Vroeg veel zwemmen brengt snel resultaat, maar dan een keer 15, 16, 17 jaar, dan beginnen de problemen. Goed, en dan onderaan staat er nog een tweede vraag. Kan er dus met meer aeroop vermogen in de training en in welke hoeveelheid gewerkt worden? Vanaf welke leeftijd? Stel dat we gaan uitgaan, Jan, dat we met iemand zitten die wel degelijk een goede basis heeft. Ja. Wat is jouw advies dan? Goede basis heeft dan... Ze vragen ook een beetje van welke leeftijd. Hè? Ik zou niet te veel op leeftijd prikken, maar ik zou wel vooral naar die basiscapaciteiten kijken. En als je daar uiteindelijk al jongens ziet van 14 jaar of 15 jaar, die dan uiteindelijk toch al met een 65, 70 uit de test komen, ja, dan moet je niet aarzelen om die dan één keer per week toch wel degelijk ook in het aeroop vermogen te duwen. Maar zo hebben we niet veel mensen, misschien 3 of 4 in België, dat is alles. Okay, en die doen dan ook niet graag lange afstanden. Die gaan dan liever naar een 200 of een 400. Ja, dan zit je nog vast. Of die voelen zich dan meer sprinter dan afstandszwemmer. Ja. We moeten ze inderdaad... Dan maakt het niet makkelijk. Vraag 13, Jan. Een heel korte vraag. Dat mag ook eens. Hè. Heb jij een mening of een uitgesproken visie op het aantal zwemtrainingen per leeftijd? Een heel open vraag, Jan. Wat bedoel je jou toch stellen? Ja, oké. Okay. Dus zoals we daarnet al kort hebben aangehaald, zijn we eerder de mening toegedaan dat men op 12, 13, 14 jaar toch eigenlijk nog niet zozeer naar 2 keer per dag moet gaan. Ja? Dat kan schommelen van 4 trainingen per week tot 6, in functie van welke mogelijkheden en welke capaciteiten ook die jongere zwemmers al met zich meebrengen. Ja? Heb je oudere zwemmers die dan 14, 15, 16, misschien 17 jaar al gaan, dan kan het aantal zeker opgedreven worden naar 7, 8, 9 of 10 trainingen per week. Ja. Nu, waar dat wel belangrijk is, en dat hebben we daarnet ook al gezegd, het is niet omdat er weinig zwemtrainingen per week zijn op die jongere leeftijd, dat die misschien niet elke dag, zelfs al trainen ze maar 4 keer zwemmen in de week, dat er ook niet ervoor gezorgd zou moeten worden, dat er 2 tot 3, misschien 4 andere vormen van trainingen worden gedaan. Ja, waarbij er misschien 2 ja, echt heel aspecifiek en op een andere plaats en op een ander tijdstip. En misschien nog 1 of 2 waar dat dan zo half watertraining, hè, waar we dan zeggen, kijk, we hebben het bad 2 uur. Wel, de eerste groep die gaat eerst zwemmen en dan een beetje conditie op het droge doen. En de volgende, daar switchen we. Ja, zodanig dat je eigenlijk niet die 2 uur met de ganse groep in het water ligt, maar dat je wel een opsplitsing maakt van 1 uur zwemtraining met de ene groep, terwijl dat je dan ook 1 uur kunt vrijmaken om ook iets anders dan zwemmen te doen. Natuurlijk, dat vraagt heel wat andere organisatie. Ja? Je staat als een zwemtrainer meestal daar met 20 zwemmers. Als je die dan nog eens gaat, of zelfs meer, als je die dan nog eens gaat opsplitsen in 2 groepen, dan ga je geen ogen en handen en bevelen genoeg hebben om dat allemaal onder controle te houden. Dus daar moeten we misschien dan wel eens aan denken om daar structureel, misschien vanuit een federatie of zo, mensen ter beschikking te stellen, die wel degelijk ook in, laten we zeggen, op het meer fysieke vlak jongeren kunnen gaan trainen en kunnen gaan voorbereiden. En dat die dan ergens in samenwerking met de zwemtrainer daar effectief een mooi plan uittekenen om van in het begin misschien niet te veel te zwemmen, maar wel degelijk
de tijd. En dan spreek ik wel degelijk van 5 tot 6 keren in de week. Maar wel de tijd van de training zo goed mogelijk om te zetten in een effect. Ja? En dat is dan zowel een combinatie van zwemtraining als ook andere trainingen. Het goede nieuws is, Jan, dat we daar de laatste jaren, mag ik toch wel zeggen, behoorlijk wat inspanningen hebben geleverd. Klopt. Denk bijvoorbeeld aan de vertaling van Multimove naar een waterige omgeving, als ook op de kade. En binnenkort, in september, lanceren we ook onze Multiskills for Swim project. Dat sluit heel mooi bij jouw verhaal aan, Jan. En voor wat de hogere niveaus betreft, heb ik het volste vertrouwen dat Koen van Buggenhout, onze technisch directeur, dit absoluut meeneemt in zijn nieuwe mediahare planning. Goed, het is vooral belangrijk voor de groep die overgaat, of laten we zeggen, in de periode dat je echt je zwemmers voorbereidt om wedstrijdzwemmers te worden. Hè. Dus op het echt, laten we zeggen, startersniveau, ja, dan weet je toch niet welke richting die ze uitgaan. Maar ik denk eens dat er zo'n optie geuit wordt om naar competitiezwemmen te gaan, ik denk dan moet je er zo vroeg mogelijk mee beginnen. Oké. Vraag 14. Domein Waterpolo. Ook zij zijn hartelijk welkom vanavond. Hoe zorg je ervoor om een spelersgroep, gemiddeld 3 trainingen per week, een goede 2 maanden, de heen- of de terugronde, conditioneel gewapend te laten zijn? Mm-hmm. Ja, oké. Heb jij enig idee van hoeveel wedstrijden die doen? Is dat elk weekend een wedstrijd? Of om de 2 weekenden een wedstrijd? Of, daar heb ik persoonlijk helaas geen idee van. En de die drie sessies zijn buitenwedstrijden. Laten we het zo opnemen. Ja? Stel nu dat ze om de 14 dagen een wedstrijd hebben. Ja? In die 2 maanden. Ja? In die heenronde en terugronde. Dan is het goed om die voorbereidende periode eigenlijk een beetje gelijk het zwemmen op te bouwen qua principe. Niet qua methodiek, maar qua principe. Ja, dat men zegt, ook ja, die mensen hebben ook hun capaciteiten nodig. Wil je die ook een ganse match actief laten en goed laten doordraaien? Ja. Het enige grote verschil in de opbouw met die waterpolospelers is dat je niet moet gaan met die waterpolospelers uitsluitend gaan baantjes trekken. Ja, die mensen die komen naar de waterpolo omdat ze graag met een bal spelen. En wel zorgt er dan voor ook dat je skills combineert met belastingstijd. Ja, waardoor dat je uiteindelijk ook in die klasses kunt vallen van contrasten reageren enzovoort. Ik denk bijvoorbeeld dat je op je gemak bijvoorbeeld met een zigzagparcours kunt uitbouwen waar dat je met een bal voor u moet gaan afleggen, ja, op een rustig tempo, waardoor dat je dan na de laatste hindernis genomen te hebben, bijvoorbeeld wel naar het middensprint en dan achterwaarts of voorwaarts, naar gelang hoe dat je wilt, heel hard naar de goal gooit. Ja? Dus dan krijg je ook een combinatie van extensief met intensief. Zonder dat je daarom moet zeggen, oké, nu gaan we 6 keer 400 doen en op elke derde keerpunt ga je 25 snel en 25 snel voor de muur en 25 snel na de muur doen. Daarvoor, ja, dat kan gedeeltelijk wel ingebouwd worden, maar daar zijn het nu net waterpolospelers voor om dat niet zo graag te doen. Maar je kan dat gerust inbouwen in, laten we zeggen, in meer sportspecifieke skills. Of combineren met sportspecifieke skills. En dan eens dat je in die wedstrijdperiode komt, ja, dan moet je eigenlijk zo inschalen dat die wedstrijden net die intensieve prikkels van je training uitmaken. Dat betekent dat in je opbouw ga je eigenlijk bijna harder trainen dan eens tussen de wedstrijden. Ja, want in feite, wat je als wedstrijden vrij kort opeenkomen, mocht dat bijvoorbeeld elk weekend zijn, vergeet het dan om dan een heel mooi gestructureerd opbouwschema te maken van capaciteit en vermogen. Daar heb je in die korte tijdspannen geen controle over. Jan, ik krijg ondertussen de bevestiging dat het wel degelijk wekelijkse wedstrijden zijn. Voilà. Dus als het wekelijks hulplijn. Ja, bedankt daarvoor. Want dat is belangrijk. Ja, want je moet dan eigenlijk die wedstrijd als een intensieve prikkel per week gaan beschouwen. Ja, en dan kan het gerust zijn dat je 3 andere trainingen, dat je daar veel extensiever werkt, dat je meer op techniek gaat, dat je tactiek gaat dan meer aan bod laten komen in functie van hoe dat je de wedstrijden hebt geanalyseerd. En dat brengt meer rust. Dat brengt iets meer relaxheid in je trainingen. En dat is net goed om die supercompensatie te laten tot stand komen die je door de hoge intensiteit vanuit de wedstrijden haalt.
Ja, dus dat is eigenlijk een manier om... Allee, het is vrij theoretisch, hè, ik geef het toe. Maar zo moet je eigenlijk een beetje naar die wedstrijden in combinatie met die trainingen kijken om uiteindelijk er een min of meer een garantie, want een garantie heb je nooit, ja, maar dat je dan toch wel die 2 maanden waar dat er die wedstrijden in voorkomen, ja, dat je die dan eigenlijk met een ploeg kunt afwerken die conditioneel heel stabiel staat. En die niet de eerste wedstrijden heel goed is en dan is het in één keer gedaan. Ik denk dat je daarmee ook meteen de vraag onderaan hebt beantwoord, Jan. Kijk, precies. Hè. Voilà. Maar misschien nog even antwoord op de vraag of er nog factoren zijn om dit eventueel te verlengen. Goh, ik denk voor waterpolo nog bijna meer dan voor zwemmers wordt ook het krachttrainingprogramma belangrijk. Hè? Dus ik denk dat dit, en misschien is dat wat er bedoeld wordt met een conditieimpuls, ja? Werk ik heel sportfysiek en probeer ik elke woensdag een conditieimpuls te geven. Dus dat is, ik versta daar, of het beste zou zijn dat die conditieimpuls wel degelijk in de waterpolo is, waar het dan iets meer kwaliteit gedaan wordt, en dan dat die 2 andere trainingen rustig zijn, en dat je dan bijvoorbeeld op de dinsdag wel degelijk nog een goede krachttraining kunt leggen. Zodanig dat je naar het weekend toe voldoende herstel hebt van die krachttraining om dan ook in wedstrijd wel degelijk je manneken of je vrouwken te kunnen staan. Oké, prima Jan. Vraag 15. Hoe vertaalt u uw globale uiteenzetting naar de waterpolo-competitie met een competitieseizoen van zowat 9 maanden? Dat is natuurlijk een zeer ruime vraag, Jan. Ja, maar, ja. Maar ik denk dat we daar de vorige vraag vrij goed kunnen op aansluiten. Hè. Dat was nu 2 maanden en zo. Het hoofdzaak is dat je... Je eerste wedstrijden, voordat die beginnen voor goed te zijn, zou je daar bijna minstens 7 tot 8 weken een progressieve opbouw van je capaciteiten moeten kunnen plannen. Ja, en dan, eens dat je met de wedstrijden van een lange periode wedstrijden hebt, ja, dan gaat het... Want ik zie wel een groot verschil tussen 2 maanden wedstrijd en 9 maanden wedstrijd. Dat is een enorm groot verschil. Als wij met Marseille planningen maken voor de waterpolo, dan proberen wij ook, als het zulke lange periodes van wedstrijden zijn, om de ploegen een beetje in te delen. Ze zeggen, er zijn spelers die mekaars backup zijn. En dan gaan we bijvoorbeeld bepaalde spelers... De beste houden natuurlijk voor de belangrijkste wedstrijden. Ja, maar dan durven we wel al een beetje risico nemen voor een keer 1 of 2 wedstrijden de backup in de ploeg te zetten. Net enerzijds om dan de hoofdspeler van die plaats ietsje meer herstel te geven. En die backup dan ook wel genoeg competitieritme te laten bijhouden. Om op het moment dat die dan ook echt een keer nodig is, dat die dan niet dat die dan niet uit de lucht valt. Hè? Dat die wel degelijk ook in het wedstrijdritme zit. Dus daar zijn ook nog manipulaties mogelijk. Natuurlijk hebben we nooit zo'n keer met een volleybalploeg meisjes gewerkt. Ja, dat was een ploeg, die waren met 6. Hè? En iedereen weet dat volleybal met 6 gespeeld wordt. Dus daar hadden we geen keuze om te zeggen, oké, we gaan die een keer de wedstrijd laten rusten en we laten de anderen wat meer spelen. Als je natuurlijk ook in zulke situaties zit in de waterpolo, waar je echt 1 ieder nodig hebt, en oké, dat gaat niet het juiste getal zijn, want je kunt daar iets makkelijker wisselen en zo. Maar dat laat wel zien dat je toch wel een iets ruimere ploeg nodig hebt, wilde echt over zo'n lange periode goed blijven scoren. Letterlijk dan. Oké, dankjewel Jan. Gewoon even meegeven aan alle aanwezigen vanavond. Wij zitten mooi op schema om nog een aantal vragen straks persoonlijk door Jan te laten beantwoorden. Dus aarzel niet om ons uw vraag voor te leggen. We hebben ondertussen een 5 à 10 vragen binnengekregen. Dus er kan er zeker nog eentje bij van u. Goed, vraag 16 Jan. Kunnen we hard ritme gebruiken tijdens een training? En zo ja, hoe? Tijdens een training, wetenschappelijk gesproken, niet. Ja, omdat u nauwkeurigheid, of laten we zeggen de link tussen hartritme en intensiteit, daar zit veel te veel ruis op. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er uiteindelijk eenzelfde hartfrequentie uiteindelijk met heel wat verschillende verschillende intensiteit van trainingsprikkels kan overeenkomen, zodanig dat je eigenlijk soms kunt misleid worden om te zeggen, ik train bij die hartfrequentie, dus ik doe dat soort van oefening. Dat klopt dus wetenschappelijk niet met de hartfrequentie. Ja.
In dat opzicht kan je niet gaan analyses maken van trainingen op aan basis van hartritme. Nu, daar zit wel nog een ander verhaal achter, schuilt achter dat hartritme. Dat is dat als jij echt je zwemmers niet overtuigd krijgt, of ook vooral bij het lopen zwemmen gaat dat nog wel makkelijk, maar bij lopers, dat je die niet overtuigd krijgt, dat die ook eens af en toe moeten een 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometer rustig gaan lopen, dan gaan die dat meestal wel doen als zij een hartritme, een polsmeter gaan kopen van 50, 60, 70 euro en die zegt, oh, 150 wordt rood, dan gaan ze dat wel volgen. En als jij dat als coach of als personal trainer, of hoe dat ze dat tegenwoordig ook noemen, en gaat zeggen, dan gaan ze dat in de wind slaan. Dus de hartritme kan soms wel eens een middel zijn om mensen ertoe aan te zetten om ook eens met verschillende intensiteiten te werken in training en niet altijd met eenzelfde intensiteit. Ja? Proberen elke keer, ja, ik ga 10 kilometer lopen en ik probeer altijd rapper en rapper thuis te zijn. Daar ga je niet veel rendement uit halen. Dus in dat opzicht kan hartritme wel gebruikt worden tijdens training. Een ander facet van de hartritme, en dat is veel interessanter, is dat men, maar dan gaat men het hartritme per se tijdens de wedstrijden niet bekijken, maar wel tijdens de nachtrust. Ja? Dus het is zo dat in je lichaam zit er wat we noemen een autonoom zenuwstelsel. En dat is een zenuwstelsel dat eigenlijk je interne organisatie regelt. Dat wil zeggen, als je honger hebt, dan begint je maag te krampen. Je hartslag wordt daardoor geregeld. Je gaat nooit niet zeggen, en nu moet ik mij 120 slaan. Dat gaat automatisch geregeld worden door dat autonoom zenuwstelsel. En een hartritme is nooit gelijk. Ja, of ja, als je in coma ligt, dan wel. Dan heb je elke keer heel mooi per seconde een hartslag en die wijkt geen een tikkel daarvan af. Dus dat is heel mooi geregeld. Ja. Daarentegen, als je gezond bent en als je normaal, ja, als je gezond bent, laten we het zo zeggen, dan gaat die hartslagen, de tijdinterval tussen elke hartslag, die gaan nooit constant zijn. Ja, die gaat altijd variëren. Ze noemen dat de heart rate variability. Ja, dus de variabiliteit, de variabiliteit van de tijd tussen twee hartslagen. En hoe meer dat die schommelt, of hoe variabeler die is, ja, hoe meer geeft dat een indicatie dat je lichaam klaar is om zich aan te passen. Ja, iemand in coma, die gaat zich niet meer aanpassen. Die leeft op zijn noodregime, ja, en dat gaat heel constant zijn. Iemand die echt klaar is voor een wedstrijd, daar zien we dat die heart rate variability, dat die heel snel kan variëren, heel goed kan variëren. Dus als je de hartritme gaat meten gedurende de slaap, of soms ook voor een training op een korte tijdspanne, dan kan je die heart rate variability gaan afleiden en kan je ook gaan zien in hoever dat hartritme ergens sterk varieert of weinig varieert. Waaruit je wel kunt afleiden in hoever je lichaam op het totaal van training en omgeving, en daar ligt dan weer het addertje onder het gras, hoe dat die daarop eigenlijk klaar is om op te reageren. Ja? En dat kan even goed op stress zijn, omdat je een bras gemaakt hebt met je lief, of omdat je examens hebt, of omdat er een leraar niet aanstaat, of omdat een trainer ambetant is. Dat gaat allemaal mee inspelen op die heart rate variability, waardoor dat je daar eigenlijk wel een vrij goede documentatie moet voor aanleggen, hoe dat die hartritme variability, hoe dat die reageert op verschillende trainingsprikkels. Maar je kan daar dus wel goed uit afleiden in hoever dat iemand nog paraat is de volgende prikkels te accepteren of dat hij dat uiteindelijk alleen maar in een survival for life gaat afwerken, uw training. Dus dat kan je er wel uit afleiden. Maar dan zitten we in een totaal ander en een relatief complex gebruik van het hartritme, ja, voor het sturen van de trainingen. Oké, dankjewel Jan. Vraag 17 gaat over de lactaattesten. Vanaf welke leeftijd heeft een lactaattest zin, hoeveel keer per seizoen en wanneer in het seizoen? En hoeveel extra info haal je uit een grote test of een traptest die je niet haalt uit een kleine test? Ja. Oké, de eerste vraag, van welke leeftijd? In feite kijken we niet naar de leeftijd, maar kijken we vooral naar de prestaties in wedstrijden. Ja. Waarom? Omdat je
op jonge leeftijd, en nu spreek ik vooral op jonge leeftijd, het wel belangrijk is om al zo'n idee te hebben wat vlees dat je in de kuip hebt. En als er een zwemmer of een zwemster is, en dat zien we meestal bij de meisjes, die al heel goed presteren, maar met eigenlijk heel beperkte capaciteiten, dan is dat een waardevolle informatie voor je multijaarplan. Ja? En dan hoeft zo'n test misschien maar één keer op het seizoen te gebeuren. Liefst dan wel op een moment dat je zegt dat is ook representatief, niet daags aan een wedstrijd bijvoorbeeld. Ja, maar dat je daar een moment uit kiest dat je zegt, kijk, ik doe één test per seizoen, gewoon om te zien, oké, wat vlees heb ik in de kuip? Waar moet ik voor oppassen op training? Dat je als coach daarvoor gewaarschuwd bent. En dan gaan we zeker niet naar het aantal tests die soms alle 6 weken, alle 7 weken gebeuren bij topsporters. Dan is die frequentie voor zulke doelgroep van mensen zeker niet nodig. Ja? Dus leeftijd kijken we niet direct. Dat kan 10 jaar zijn, dat kan 12 jaar zijn, dat kan 14 jaar zijn. Wanneer we starten, daar kijken we niet zo direct naar. Of daar gaan we ons niet naar richten. Maar wel naar het niveau van de wedstrijd. Om zeker te zijn dat als je een snelle zwemster of een snelle zwemmer hebt, dat je wel degelijk u er kunt van vergewissen dat hij een goede capaciteitsniveau heeft of niet. Ja, misschien haalt hij uit een heel klein motortje enorm veel prestatie. Waarom? Omdat hij licht is in het water, omdat hij met een heel hoge frequentie zwemt. Maar dan weet je even goed, dan weet je goed genoeg als dat blijft doorgaan, dan ben je op 14, 15 jaar is het verhaal afgelopen. Ja, dus dan moet je ook wel degelijk dat kunnen aan de trainer zeggen, voor te zeggen, hey, pas toch wel op, als we op die manier blijven voortgaan, dat is een risico. Of je kunt zeggen, nee, laat dat maar goed gaan en zet er maar nog maar een training bij. We zitten hier met een atleet die dat wel degelijk aan kan, zelfs al is die nog maar 12 of 14 jaar. Versta je? Dan is dat eigenlijk heel alleen een soort van screeningtest die je doet om gewoon de grote fouten of erge fouten uit een meerjaarplanning, om die eigenlijk te vermijden. Ja, dat is de ene test. Nu, om over te gaan naar de volgende vraag. Is dat oké? Of heb je nog een... Absoluut, nee? Jan. Okay. Absoluut. Als je naar de volgende vraag, hoeveel extra informatie haal je uit de grote test, de traptest? Ik vermoed dat men echt bedoelt de grote test die we doen. Want een traptest is nog iets anders. Ja? Een traptest is een test waar je bijvoorbeeld zegt, en die bestaat ook in het zwemmen, heel klassiek, van bijvoorbeeld 6 keren 200, waar je een bepaalde rust krijgt, waar je ook aan die 200 aan een bepaalde snelheid moet zwemmen. Maar die worden dan per twee alsmaar sneller en sneller. En je hebt dan, geloof ik, tussen elke 200 heb je maar 1 minuut of een halve minuut rust. Dat is een traptest. Ja? Dus waar je zo aaneengesloten progressief sneller zwemt. De grote test die we doen wijkt daar heel sterk van af in dat opzicht dat eigenlijk elke fractie gezwommen wordt vanuit een volledig herstel. Ja, dus eigenlijk wat je bij een traptest ziet waar dat inspanningen aaneengeschakeld zijn met daartussen maar een korte rust, gaan wij naar een heel lange rust. Ja, omdat dat net de simulatie mogelijk laat van de capaciteiten via de simulatieprogramma's. Nu, wat is het grote verschil? Uit die kleine tests maken we eigenlijk een foto. Ja, we zien, oké, bij die zwemsnelheid komt zoveel lactaat eruit, bij die snelheid komt er zoveel uit, en dan gaan we uiteindelijk uit die observaties gaan we dan uiteindelijk gaan terugschakelen en uitrekenen, oké, als we nu over de gemiddelde zwemmer spreken, wat zou dan bij deze testresultaten zinvolle trainingstijden zijn voor bepaalde oefeningen. Dat komt uit de kleine test. Hoe dat die lactaatwaardes tot stand komen, ja, dat weten we bij een productie en eliminatie, maar hoe dat die in verhouding staan. Welke VO2 max achter een bepaalde lactaatwaarde of een bepaalde tijd bij 3, 4, 5, 6 millimol, welke VO2 max daarachter zit, dat weten we uit die kleine tests niet. Ja, dus we zien enkel maar een affiche, we zien enkel maar de informatie op de affiche, maar we zien eigenlijk het theaterspel niet. Ja? En dat kan soms heel bedrieglijk zijn, dat je een heel mooie affiche ziet, ja? En dan ga je naar dat toneelstuk en dan zeg je, oei, is het maar dat. Ja? Dus in dat opzicht is dat dus het grote verschil met die kleine testen en die grote testen, dat we met die grote testen eigenlijk veel meer de achtergrond blootleggen van hoe komen die lactaatsnelheden tot stand, waardoor dat we ook veel betere informatie krijgen van wat op spierniveau
de zwakke en de sterke punten zijn. En dat kunnen we uit die kleine testen niet uithalen. Ja, vaak geven we het voorbeeld hè, aan de trainers en de meesten onder tussen de luisteraars zullen die met ons wel al gehoord hebben. Ja, als ik je 10 euro laat zien en dat is mijn enigste euro, dan ben ik maar een arme jongen hè, met die 10 euro. Als ik die 10 euro laat zien, maar ik heb eigenlijk in mijn zak nog duizenden andere euro's zitten, ja, dan word ik al een veel interessantere partner om een keer iets mee te ontwikkelen. Ja, en dat gaan we wel zien. Kunnen we er iets mee ontwikkelen of niet? Dat gaan we wel uit die grote testen kunnen halen, maar niet uit die kleine. Die kleine testen zien we die 10 euro. Oké, zien we 1000 euro, dan is dat ook wel goed. Ja? Maar dan weten we ook nog niet veel meer, maar het is al meer dan 10 euro. Ja? Zulke verhoudingen ga je uit die kleine testen wel kunnen halen. Maar je gaat nooit de fijne of de achterliggende mechanismen kunnen blootleggen die zich metabolisch of op conditioneel niveau afspelen. Waaruit je dan veel preciezer kunt afleiden van wat heeft die zwemmer nu eigenlijk nodig om nog beter te worden? Wat zijn de trainingsoefeningen die daarbij passen of die er niet bij passen? Dat kan je pas echt gaan goed bepalen als je ook meer informatie hebt op spierniveau hoe dat een atleet werkt of hoe dat een atleet reageert op trainingen. Dus daarvoor zijn dan wel die grotere testen. Maar die grotere testen zijn veel omvangrijker qua tijd, zijn ook duurder. Dus je moet ook een beetje zien of dat de informatie die je eruit haalt, of dat die ook wel de moeite waard is voor de alle houfant, hoe noemen ze dat, alle werk dat je erin steekt en tijd die je erin steekt, of dat dat wel ergens een beetje in evenwicht is. Daarom voor de jongere zwemmers en minder niveau van zwemmers gaan we ons meestal beperken op een kleine test. Ja, en dan gaan we daar het maximum wel proberen eruit te halen. Eens dat je zwemmers hebt die aanspraak maken om op internationaal niveau ook een woordje mee te babbelen, ja, dan heb je wel die grotere tests nodig om veel accurater de trainingsadviezen te kunnen geven. En ook de aanpassingen beter te kunnen analyseren. Ja, als er iemand rapper wordt bij 4 millimol bijvoorbeeld, hoe komt dat? Is dat omdat hij meer zuurstof opneemt? Of is dat omdat hij minder produceert? Elimineert hij meer? Dat zijn zaken die je uit een kleine test nooit niet uithaalt. Maar dat kan je wel uit een grote test halen. Oké, Jan. Wat een verhelderend en duidelijk verhaal. Waarvoor dank. Ik vat nog even samen. Dus een grote test levert eigenlijk altijd extra informatie op. Mag ik nog even vragen aan jou, Jan, wat voor jou een ideale referentieperiode of tijdstip is in het jaar voor dan die kleine testenplannen? Je zei daar straks, ja. we moeten het uiteraard zorgvuldig plannen. Wat lijkt je dan meest voorkomend, wetende dat een zwemmer zijn seizoen meestal opstart in september? Ja. Kijk, daar zijn ook of het nu een grote test is of een kleine test is, dat maakt niet uit. De meest interessante moment om zo'n test te doen, is in de eerste week van een mesocyclus. Ja? Dan heb je de meest herstelde toestand van je atleet. Dus dat betekent dat dat ook wel het moment is waar je dan een keer kunt verwachten de supercompensatie te zien van je trainingen die je voordien gedaan hebt. Ja? En dat is ook dan de moment waar men dan toch wel weer stilletjes aan in een trainingsritme komt, waardoor het watergevoel ook wel wat beter is en zo verder. We hebben vroeger vaak getest in de herstelweek, maar dan zagen we meestal dat die herstelweek qua zwemgevoel vaak tegenvalt. Ja, de zwemmers die gewoon zijn van 30, 40, 50 kilometer te zwemmen en die gaan dan daar in één keer 5 of 10 kilometer minder doen, heel vaak voelen die zich op het einde van een herstelweek slechter dan eens dat ze terug weer opgestart zijn met de training. Vandaar dat we dan uiteindelijk proberen, laten we zeggen, die testen uit te voeren in de eerste week van een mesocyclus. Natuurlijk, dat gaat niet voor iedereen. En dan moet je dan natuurlijk weer gaan compromissen sluiten. Ja, en dan hangt het er een beetje af van het niveau van de atleet om te zeggen hoe nauwkeurig moeten we zijn. Hoe belangrijk is die informatie voor die trainer en zo verder. Om dan uiteindelijk wel degelijk het juiste tijdstip te kunnen uithalen. Ja. Okay. En dan de frequentie van die testen, zoals we daarnet al zeiden, die grote testen bij de top, bij de internationale zwemmers en lopers doen we die meestal
tussen alle 6, 7, 8 weken. Ja, dat hangt er zo'n beetje vanaf hoe dat de planning opgesteld wordt. Die kleinere tests, daar denk ik, vind ik wel, buiten het feit dat we over die screening spreken, hè, dat is een ander verhaal, maar als je echte testen wilt gebruiken om min of meer een opvolging te hebben en ook de trainingen te sturen, dan moet je toch wel met een minimumfrequentie van, nou, laten we zeggen, een 3-tal testen per jaar tellen. Ja, okay, dat je, en liefst ook zo gepland dat je ook eens iets kunt onderzoeken. Ja, ik ga een voorbeeldje geven. Als je bijvoorbeeld de eerste test al in september doet en de volgende test doet je in december, ja, daar liggen zoveel verschillende aspecten tussen of zoveel grote variëteit van trainingsprikkel tussen dat je op het einde eigenlijk niet meer kunt zeggen ah, hij is verbeterd omdat je veel dag gedaan hebt of ah, dat is goed geweest in je training. Dat kan je over zo'n lange tijdspanne niet meer uit de testresultaten halen. Dus dan zijn we soms liever dat we 2 testen, laten we zeggen, met 2 maanden verschil doen en dan misschien 3, 4 maanden geen testen meer. Ja? En dan misschien nog ergens eentje om trainingskampen in te leiden, om te zien, moeten we daar wat bijsturen ten opzichte van wat we vroeger gedaan hebben, ja of nee. En dan kom je meestal met die 3 tests per jaar heel goed weg. Oké, okay, prima Jan. We gaan naar vraag 18. Aan welke criteria moet een goede uithoudingscapaciteitstraining voldoen voor 11 en 12-jarigen? Ja. En wat zou ook de frequentie van deze UC-training kunnen zijn? Ja. Een kort antwoord? Heel kort. De criteria zijn dezelfde als dat het voor de volwassenen is, of de oudere zwemmers. Ze zeggen, er moet contrast ingelegd worden. Snel moet snel zijn en rustig moet rustig zijn. Ik zou er wel een aantekening wil bij maken dat eigenlijk de conditionele focus voor 11 en 12-jarigen dat dat heel vroeg is. Ik zou veel liever de vraag gezien hebben aan welke criteria moeten technische trainingen voldoen tussen 11 en 12-jarigen dan wel degelijk conditionele. Ik denk dit is een leeftijdscategorie waar je vooral naar snelheid moet kijken, naar bewegingsuitvoering, naar hoe gedragen die mensen zich in het water, hoe vlot gaan ze om met watergevoel. Dat zijn eigenlijk veel belangrijke aspecten in deze leeftijdscategorie dan wel, is een UC-training nu goed of niet. Het enige wat je wel moet vermijden, en daar vind ik de vraag heel terecht, dat is, je moet nog niet op die leeftijd met vermogen gaan beginnen. Laat ze dat in de wedstrijdjes doen, ja, enzovoort, maar zeker niet op training. Dus zorg ervoor dat je altijd een marge overhoudt. Ja. Als ze een keer snel zwemmen, dan zeg je, oké, jong, en nu ga je nog een keer 2 of 4 seconden sneller zwemmen. En als ze dat niet kunnen, dan moet je hem zeggen, kijk, dan hadden die anderen moeten trager zwemmen. Ja, en bijvoorbeeld probeer er technisch wat beter te verzorgen. Zwemt trager, maar zwemt het technisch beter. Dan ga je bij die leeftijdscategorie veel meer rendement halen dan of dat de UC-training nu 1 keer goed was of niet goed was. Dat gaat veel minder impact hebben op de carrière van die zwemmer. Accent dus op zwemtechniek en slagefficiëntie. Jan, ik hoor dat je en ook heel snelheid. Graag dat is, nog eens herhalen. Ja, en snelheid is ook goed. Hè? Dus die sprintjes, spelletjes, beweeglijkheid in het water, omdraaien, halverwege in het bad en zulke zaken. Dat ze echt beweeglijk worden in het water. Dat is heel belangrijk. Ook explosiviteit is al... Allee, explosiviteit niet in de context van krachttraining. Ja, maar... Het moeten geen schoteldoekjes in het water zijn. Hè? Ze moeten echt vif zijn in het water op die leeftijd. Oké, dankjewel Jan. We gaan naar de voorlaatste vraag over, althans voor wat betreft de vragen die ons op voorhand werden doorgestuurd. Want mijn oproep daarnet is niet in dovemans oren gevallen. We hebben ondertussen ook heel wat vragen in de wachtrij staan, Jan. Vanaf wanneer zijn lactaties terug relevant in de opbouwfase? Ja. Welke doelgerichte testen zou je aanraden om zwemmers te monitoren? Sluit aan bij de vorige vraag. Ja, maar er is nog wel iets extra bij. Ja? En dat had ik daarnet niet gezegd. En daar kom ik nu op, omdat ik deze vraag hier zie. Er staat dus duidelijk bij in de opbouw. Ja? Er is een interessant moment om een grote test te doen bij goede zwemmers, of bij, zoals ik daarnet zei, bij zwemmers die toch wel zo'n beetje aan kandidaat zijn om internationaal iets te betekenen, om die eigenlijk heel vroeg in het seizoen te doen. En waarom is dat een interessant moment? Ja, omdat dat een moment is waar eigenlijk de zwemtrainingen nog niet veel effect gaat hebben op je meting.
En dan zie je heel vaak de eigenlijke natuurlijke balans tussen uithouding, tussen aeroop en anaeroop. Daar kan je heel interessante zaken uithalen. Nulmeting. Ja, de nulmeting. Omdat dat eigenlijk een beetje de natuur van de mens laat zien, of de natuur van de atleet laat zien, die soms na een maand of twee maand training helemaal overspoeld wordt of helemaal weg is, overroeld wordt, door wat je eigenlijk in die twee maanden in training hebt gedaan. Ja, en dan zitten we zo een beetje in het duister te tasten van ja, maar van waar komt die nu eigenlijk? Nu wil ik er direct bij aangeven dat dit eigenlijk interessant is, echt alleen maar voor de zwemmers die op heel hoog niveau staan. Ja, het is ook interessant voor de andere zwemmers, maar dan eerlijk gezegd vind ik een durentest voor wat dat dan eigenlijk aan added value betekent voor die trainer. Maar voor toppers is dat zeker de moeite waard om geregeld eens te kunnen zien. Kijk, als hij nu niet veel getraind heeft en die is nog maar pas opgestart, van waar vertrekt hij eigenlijk? Wat is eigenlijk de natuur? Omdat dat ook een informatie is die in de taper heel belangrijk wordt. Ja, in de taper ga je ook minder en minder trainen. Je gaat er wat meer kwaliteit in voegen. Maar je gaat meer en meer ruimte in de taper zetten voor herstel. En heel vaak zien we dat zo'n beetje het natuurlijk niveau, of de, laten we het zo zeggen, de natuur van de zwemmer die je makkelijker meet of die je kunt meten heel vroeg in het seizoen, dat ook de spontane ontwikkeling is die je in een taperperiode gaat zien. Ja? En daarvoor kan dat soms wel heel interessant zijn. Je hebt zwemmers die bij het opstarten van de trainingen heel lage VLA maxen hebben. Ja, dan moet je geen schrik hebben dat die in de taper in één keer gaat omhoog gaan. Ja, als je zwemmers hebt die na een rustperiode vrij hoog in VLA max gaan ten opzichte van wat je tijdens het zwemseizoen meet, ja, dan weet je al goed op voorhand dat als je daar niet oppast in een taperperiode of als die taperperiode een beetje te lang mooi braafjes en rustig blijft, rustig bedoel qua volume dan, dat je een storende factor gaat krijgen, namelijk die VLA max die dan spontaan zo hoog gaat gaan dat je vermogen er gaat onder lijden. Ja, dat zijn bijvoorbeeld in afleidingen die we uit een vroege test wel kunnen halen. Maar nog eens, dat is een effectief voor, laten we zeggen, voor zwemmers van hoog niveau. Okay, dank en je voor die kleine testen zou ik zeggen, moet je toch wel, wat we daarnet gezegd hebben, een goede maand echt aan, een 3, 4, 5, laten we zeggen 4 tot 5 weken een maand echt aan het zwemtrainen zijn. Ja, dus meestal in september begint dat zo nog met een 2 weken meer conditiewerk op het droge en een beetje zwemmen. Ja, en dat wordt dan stilletjes aan opgebouwd. Ja, dan oktober is vrij vroeg om al een eerste test te doen voor die kleine testen. Ja, dan schuiven we liever een beetje verder op. Voor die toppers, daar proberen we zo vlug mogelijk te starten om zeker te zijn dat we dan ook de informatie hebben voor de taper. Oké, Jan, dan gaan we naar vraag nummer 20. Vanaf wanneer kan anaerobe training terug geïmplementeerd worden in de training? Als er staat terug geïmplementeerd worden, bedoelt men dat dan na die break van corona? Of heb je daar iets meer? Nee, er is helaas geen extra informatie. Oké, laten we dan ervan uitgaan dat het eigenlijk in de context is waar dat we heel wat vragen gehad hebben. Dus je hebt al die 12, 14 weken niet meer getraind in het water. Dan zeggen we, het is belangrijk dat die capaciteiten weer worden opgebouwd. Ja, en dan gaan we er wel voor zorgen dat het ook in die richting, dat de trainingsprikkels in die richting worden opgebouwd. Het gaat wel degelijk over de periode na corona, heb ik ondertussen verduidelijking gekregen. Oké, super. Dat is praktisch. Dat is gemakkelijk, hè, zo die chats. Dus die anaerobe trainingen, die kunnen al heel vroeg ingeïmplementeerd worden op dat moment. Maar dan moeten ze ook passen in de context of in het framework van capaciteitswerk. Dat wil zeggen, ik geef een voorbeeldje, hè. Als je zegt we doen 8 keren 200, alle evene 200 is 100 meter snel, 50 rustig en de laatste 50 terug opbouwend naar backend speed bijvoorbeeld, ja, daar is heel wat anaeroop werk in, dan mag dat gerust. Ja, daar is geen enkel probleem om dat erin te bouwen. Op voorwaarde, als je dat dan op een weekschaal, weekschaal bekijkt, dus op een week bekijkt, dat dan eigenlijk heel beperkt voorkomt. Ja? Maar anaerobe training vroeg implementeren,
Zolang dat het anaerobe capaciteit is, maakt dat eigenlijk geen enkel probleem uit en is het zelfs goed om daar zo vlug mogelijk mee te starten. Ja? Spreken we natuurlijk van anaerobe vermogentraining, dan is het een heel ander verhaal. Ja? Dan moeten we eerst zorgen dat de capaciteiten voldoende zijn opgebouwd en dan, nagelang wat type van wedstrijd, wat type van atleet, moet je dan toch wel rekenen dat zo die anaerobe vermogentrainingen van een 6 tot 8 weken voor de belangrijke wedstrijd, tot voor sommige zwemmers maar 2 tot 3 weken voor de belangrijke wedstrijd, dat het pas daar echt het anaerobe vermogentraining wordt ingebouwd. Vergeet wel niet, als je dan regelmatige wedstrijdjes doet van 100 en 200 meters, dat is ook anaeroob vermogen werken. Dus je blijft het met de wedstrijden dan toch wel, zelfs in je opbouwperiode, regelmatig verder zetten. Hè. Maar dan moet je het niet meer in de training nog eens extra gaan invoegen. Maar anaerobe capaciteit, geen probleem. Anaeroob vermogen, dat is een ander verhaal. Net zoals aerobe capaciteit geen probleem is, maar aerobe vermogen te vroeg opstarten, dat is wel een probleem. Dankjewel, Jan. We zijn door de vragen die ons op voorhand werden bezorgd. We hebben ondertussen, eens kijken, 14 vragen in de wachtrij. En gezien de tijd stel ik voor dat ik er nog een vijftal aan bod ga laten komen. Jan, we hebben hier een vraag voor wat betreft een concrete planning voor deze zomer. Een trainer die aangeeft, we zullen gans de maand juli trainen en om wat terug eigenlijk conditie en watergevoel op te bouwen. Dan 2 weken rust en in de laatste 2 weken van augustus opnieuw beginnen om het seizoen goed te starten. Is dat volgens jou een goed plan, Jan? Dat is een goed plan, ja. Oké, dat is een... Het is vooral goed dat men probeert zo vlug mogelijk iets op te vangen. En ik denk ook, ja, het zijn misschien toch wel al ouders ook, die misschien al een vakantie met hun kinderen gepland hebben. Die gaat nu niet meer in begin van juli zijn, maar dat wordt dan aan het einde opgeschoven. Dan is dat misschien ook nog een goede consensus tussen, laten we zeggen, ouderschap en trainerschap. Ik heb hier nog een tweede voorstel. Een collega-trainer die vraagt van, kijk, ik heb ook een idee. De maanden juli en augustus rustig opbouwen. Bijvoorbeeld juli 2 keer per week, augustus 3 keer per week. Puur om het watergevoel verder te ontwikkelen. En over welke leeftijd staat er de leeftijd bij? Er staat geen echte leeftijd bij. Maar ik ga ervan uit dat het over jonge wedstrijdzwemmers gaat. Ja, we werken zo op die manier ook eens aan de teamspirit. En we kunnen dan eigenlijk in september opnieuw starten met het normale programma zoals we andere jaren doen. Wat vind je daarvan? Kijk, ik denk dat dat kan. Voor jongere zwemmers, dat we het vermoeden, aangezien het ook maar 3 trainingen per week zijn. Ja? Zouden we datzelfde verhaal nu proberen toepassen op mensen of op atleten die al, laten we zeggen, naar 8 tot 10 trainingen per week gaan, dan zou ik dat eerder niet aanraden. Ja, want als je effectief in juli al zou beginnen met relatief veel te trainen en je moet dat lang doortrekken, dan denk ik dat je break in december zeker nodig is. Ja? Dus het is een beetje afwegen. Al wat je meer doet vroeger, moet je wel ergens compenseren door tussen de opeenvolgende macro's ook wel ietsje meer ruimte te geven voor herstel. Is die start juli-augustus een heel vriendelijke start? En kan je daar ook, zoals dat ik een heel goed idee vind, om ook de teamspirit, om oefeningen in te bouwen, om teamspirit op te bouwen en zo verder. Ja, dan is dat dan bijna, ik ga niet zeggen een alternatieve vorm van training, maar dat zijn zeker die zaken waar dat je dan van de, of laten we zeggen, de opportuniteit of van de situatie die we hebben door die corona, waar dat je dan ook nog een keer iets positiefs kunt uithalen. Dus ik vind de idee niet slecht, zolang dat dan ook in die maanden voor het echte opstarten van het seizoen, dat het dan ook de trainingen, laten we zeggen, matig blijven. En dat kan je doen met jongeren, maar dat kan je moeilijker doen met toppers. Dan is het ofwel trainen, ofwel niet trainen, maar zoiets tussen de twee, dat voor die mensen pakt dat niet meer. Oké, Jan. Iemand die ook heel goed naar jouw verhaal daar straks heeft geluisterd voor wat betreft het effect van die lange rust. Ja. Zij zegt, bij de lange rust is er dus een voordeel voor de sprinters, als ik het goed begrepen heb, want de VLA max en het anaeroop vermogen nemen toe. Welke invloed heeft dit op hun seizoen en hoe pak je dit best aan? Ja, dat is een heel terechte vraag. Die heeft dat heel goed gezien. Ja, door het feit dat je uiteindelijk die anaerobe kant
relatief, of dat die zich spontaan ontwikkelt met weinig trainen, gaan die sprintnummers er meestal nogal eens goed, goed uitzien. Ja. Het probleem is wel dat dat van korte duur is. Ja. En daar moeten we vooral voor oppassen dat het capaciteitswerk voldoende ingeplant wordt in de macrocyclus, dat men eigenlijk die sprinters ook wel een beetje in hun elan terugschroeft, ja, en daar toch wel die capaciteitswerk gaat invoegen na, laten we zeggen, 1 à 2 maanden, om weliswaar zeker te zijn of toch een beetje garantie te hebben dat je het einde van het seizoen ook nog snel kunt sprinten. Voor een 50 meter is dat een ander verhaal. Ja. Daar komt het veel meer op de fysica en de hydrodynamica aan. Ja, daar kunnen we nog lang over discussiëren. Maar eens dat je spreekt van een 100 meter sprint of zo, dan is het toch wel belangrijk dat je je niet laat verblinden door het goede resultaat van de sprintnummers of de korte nummers. Maar dat je dan toch wel zegt, ja, dat is allemaal schoon en wel. Maar ik wil ook nog graag hebben dat je tegen het eind van het seizoen of dat je in april, mei of juni nog snel bent. Dus we gaan er toch wel een keer aan de funderingen ook iets moeten doen. Anders hou je dat verhaal geen 3, 4, 5 maanden vol. Oké, bedankt Jan. Ik heb nog 2 korte vragen, zoals beloofd. Kan u een recent wetenschappelijk artikel of een boek aanbevelen met standaardwaarden of normwaarden voor wat betreft de VO2 max van zwemmers, dus per leeftijd en geslacht? Nee. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, nee, we hebben onze gegevens, ja, en die zijn gepubliceerd. Dat kan ik rustig doorsturen als die persoon, daar staan gemiddelden en zo verder in. Maar op zich, laten we zeggen, naar de praktijk toe, gebruiken we die zo goed als niet. Om de eenvoudige reden, wij willen geen genormeerde of gestandardiseerde of statistisch optimale zwemmer op een wedstrijd krijgen. Wij willen zodanig individueel werken. En dan kan het gerust zijn dat iemand met een 75 betere resultaten haalt dan iemand met een 80. Ja? En dan zeggen we, oké, wat zit in de informatie van die normen? Statistisch is dat mooi, voor de boekhouding is dat mooi, voor de analen is dat allemaal heel mooi, maar voor de praktijk zegt dat gewoon niks. Oké, dat is een duidelijk en genuanceerd standpunt, Jan. Natuurlijk, tussen een 50 en een 75, dat zegt wel iets, maar dat ga je zonder test ook zien. Oké, dankjewel. De laatste vraag, hoe kan je het best de VLA max meten? Je kan die niet meten. Ja, dat is het grote probleem. En ik weet dat er bepaalde apps op de markt zijn die vertrekken van een korte, hevige inspanning om van daaruit de VLA max te gaan bepalen. We hebben die onderzoekingen 20, 15-tal jaar geleden ook gedaan in de hoop dat we daar iets zouden uitkrijgen. En wat kwam daarbij uit? Dat men uiteindelijk telkens vertrekt van een vermogen. En als je vertrekt van een vermogen, dan krijg je altijd een bias op je capaciteitsberekeningen. Ja, dus tot nu toe hebben we geen enkele methode gevonden om zuiver, zonder te vertrekken van vermogen, ja, toch iets betrouwbaars over capaciteitswaarde te zeggen. En we hebben een paar proeven gedaan met wielrenners, waar dat er al relatief ingeburgerd is, die andere methode. En we zijn echt tot de constatering gekomen dat men daar uiteindelijk geen capaciteiten meet, maar een verdekte vorm van vermogen meet. Dus wees daar heel voorzichtig mee, ja, dat je niet ergens misleid wordt. Oké, bedankt Jan. We zijn ondertussen bijna op het einde van onze webinar gekomen, Jan. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om namens de Vlaamse Zwemfederatie en alle aanwezigen vanavond, het zijn er ondertussen toch bijna 150 geworden, om jou nog eens hartelijk te bedanken voor jouw engagement, Jan. We houden zeker iets fris opzij voor jou en een kus voor jou, Pascal, of andersom mag het van mij ook. Maar ik mag die geven, hè. Afgesproken. En dus nogmaals heel erg bedankt. Ik wil ook graag nog even een primeur meegeven aan de mensen die vanavond aanwezig waren. Want Jan, op onze volgende fysieke conference hopelijk kunnen we dat meteen waarmaken, dat van die dat fris en die kus. Want jij komt spreken op onze swimconference in september. Klopt. Voilà, en dat vinden we fantastisch, Jan. Want dat was ondertussen ook alweer een tijdje geleden.
Goed, rest mij alleen nogmaals om iedere aanwezige hier te bedanken. Het was een bijzonder boeiende week. We hebben heel veel blijk van waardering ontvangen van jullie. En het ziet er naar uit en het is absoluut verdedigbaar dat we dit initiatief in de toekomst zeker opnieuw zullen opnemen. Om jullie een idee te geven, ik ben er 100% van overtuigd dat we deze week meer dan 1000 mensen in onze webinars mochten ontvangen. En dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet enkel over de webinars zwemmen, maar ook die voor de andere disciplines. Wat ons betreft dus zeker een succes. Hopelijk geldt dat ook nog steeds voor jullie. Na de bijdrage van Jan twijfel ik daar al helemaal niet meer aan. Er volgt zo dadelijk na het afsluiten van de webinar normaal gezien nog een URL, een korte doorverwijzing naar een tevredenheidsbevraging. Mag ik jullie nogmaals hartelijk vragen om die naar best vermogen in te vullen. En iedereen die er ook achter de camera zit, hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en heel graag tot binnenkort. Oké. Prettige avond iedereen en hou jullie gezond.